Het lijkt alsof ik helemaal alleen ben, want ja, de voorbeschouwing bij VVV is niet meer zoals die afgelopen seizoen was. Ik heb Funs ingewisseld, maar wel voor een hele mooie. Funs wordt Hans. Hans de Koning. Dit is Koffie met de Koning. Het seizoen is al een tijdje bezig, maar goed, vanwege van allerlei dingen die jullie zelf wel kunnen verzinnen, hebben we nog niet een voorbeschouwing gedaan op de manier zoals we hem vanaf nu gaan doen. Namelijk koffie met de koning. Ja. Dag Hans, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja Hans, het is, het gaat gewoon eigenlijk allemaal door. Hè? Het gaat op een andere manier door, maar het gaat wel door. Nou, gelukkig wel, hè, want je bent net begonnen. Het vervelende is gewoon dat we met publiek hebben mogen starten. Ja, en dat valt nu weer weg. En we kunnen dat allemaal begrijpen, hè, want de gezondheid staat boven alles. Klaar. En alleen het is, voetbal moet voor mensen en publiek, emotie moet gespeeld worden. Ja, dus. Ja, maar er moet wel gespeeld worden, morgenavond. Het was 9 uur, het is 8 uur geworden. Ja, 8 uur in Alkmaar. Dus 8 uur in Alkmaar. Nee, goed, is dat wat te halen? Ja, kaas. Ja, ja in Alkmaar. Op vrijdagmiddag mag ik. Ja, op de markt, ja. Nee, maar weet je, we hebben tegen iedereen kans. Hè? Uiteraard. Je moet in je eigen kansen geloven, in je eigen kwaliteiten van de ploeg. De ene wedstrijd is wat beter dan de andere wedstrijd. Ja. Er zijn ook wel eens momenten bij dat we in de verdediging gedrukt worden. Maar we hebben ook wedstrijden al gehad. Dat we echt toch wel dominant konden zijn. Ja. Dus we hebben ook wel die steeds. En daar blijf ik op hameren dat we toch weggezet zijn als betonvoetbal. Nee. Ja, en daar willen we ook graag van af. Maar het gaat wel altijd om het resultaat. Ja. Hè? Dat we eind van de rit. Hè? En we hopen dat dat allemaal daar weer kan met het publiek. Ja. Dat we dan gewoon weer in de Eredivisie blijven eind van het seizoen. Ja, we moeten de afgelopen jaar eigenlijk nog vieren. Hè? AZ nu, wat heb je voor gevoel? Iedereen roept altijd, hè? Het is langzaam van de traditionele top 3 naar de traditionele top 4 geworden. Maar dan staan ze nu terug met te schreeuwen. Die zeggen, ja, maar wij gaan voor die vierde plaats. Of nog hoger. Ja, maar je, wat schaal jij AZ in? Ja, maar je ziet natuurlijk wel. En ze hebben natuurlijk ook geen fijne voorbereiding gekend. Ze hebben daarin ook een Europese cyclus die ze moesten spelen. Hebben ze het net niet gered, maar grofweg is gewoon iedereen ook gebleven op Idrissina. En het waait daar altijd zo ontzettend hard. Hè? Dus als we na 2 keer met Wim mee kunnen spelen, dan hadden we het geschikt. Uitwedstrijdje in Alkmaar 1-1, zien we dan een blij Hans de Koning? Nou, qua puntendeling kunnen we daar wel mee leven, denk ik. Want als je eind van de rit iedere wedstrijd een punt kan... Ja, zo simpel is het. Heb je 34 punten. Ja, en meestal is dat genoeg voor Eredivisie. Befaamde Lucas Bremmers index, hè? Als je maar meer punten dan wedstrijden hebt, ja, dan zo is het. Zo is het wel. Ja. En uiteindelijk knokken we daar altijd hard voor. En dan weet je, wat ik net ook zei, ene keer... Is het met hartstikke leuk voetbal, ene keer is het heel realistisch dat je teruggedrongen wordt. Ja. Dan moet je echt overleven. Hè? Maar we hebben een paar wedstrijden gehad en we zijn er 4 onderweg. Emmen, hartstikke mooie tweede helft. Utrecht, goed 35 minuten met leuk voetbal, goede goal gemaakt. Verdiende voorsprong door rust in. Nou, ja, Heerenveen krijg je, wat we zeggen, te weinig punten en te veel rode kaarten. Daar is al genoeg over gezegd. Den Haag, die ja, maar ik wil nog heel even terug op Heerenveen. Ik vind dat we daar een van de betere wedstrijden aan de bal hebben gespeeld. Ja, ja. En ook kansen gecreëerd. En dan is er, dan zijn de omstandigheden. Dat maar je, gaan je, we het resultaat zeggen? Dat je dat niet? Ja, uiteindelijk verliezen we met 1-0. Ja. En dat is gunstig. Oké, Den Haag thuis. Ja, we hadden ons wel allemaal met elkaar rijk gerekend. Ja. Maar er zat niet meer in als een gelijk spel. Op een gegeven moment, dan hadden we ook genoegen meegenomen. Ja, en dat is ook sport. Dat je dan in het verkeerde krantje... Ja, wat ook sport is, dat je heel snel de mogelijkheid hebt om weer te herstellen. Er zat nu dan een beetje interlandvoetbal tussen. Ja. In die tijd heeft Stan Valks weer weten te scoren. Torino Hunter terug bij de selectie. Die trainde al mee, maar heeft ook gisteren zijn handtekening gezet. Ja. Welkom terug, Torino. Mooi. Maar, wie gaan er spelen? Torino lijkt me nog niet. Nou lijkt jij me niet de trainer die zegt van dit zijn de 11 Holladier, maar heb je wel een indicatie? De zekerheden die niet spelen, dat zijn Simon Jansen en Pacione. Ja, die zijn zeker scores, niet. Dus, en Torino Hunter speelt ook nog niet, denk ik. Nee, maar dat hangt er een beetje van af. Want het papierenwerk is in de club klaar, maar uiteindelijk moet het nog bij Zeist goedgekeurd worden. Nou, dus dat zal wel goed komen.
hopen dat hij mee kan. En we hebben nogal wat twijfeltjes met Torsten Kierkwam, natuurlijk uitgevallen tegen Den Haag. En vanwege de privacy mag je niet zeggen wat hij heeft, maar Oké, dat zijn kleine dingetjes. Hij heeft zijn teen was geknoopt. Okay. En Danny Post is een vraagteken nog. Dus voor de rest kunnen we aan de gang. Hans van Wassum, de voorbeschouwing op AZ tegen VVV. Dus niet om 9 uur, maar 8 uur morgenavond. Live op heel veel kanalen te zien. Niemand kan erbij zijn. Dus met z'n allen thuis voor de buis. Hans, koffie met de koning, hè? Laten we maar weer nemen. Wat een kleur.